Easy Kid. Slimme zelfbouw. Ontdek dit trendy high-tech toestel, dreven door hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. Dit toestel spaart energie door minder bronnen te gebruiken en het biedt meer comfort in jouw dagelijks leven. Dit toestel is een warmtepomp. Om te functioneren gebruikt een warmtepomp voornamelijk hernieuwbare energie, ofwel grond, water of lucht. Laten we kijken hoe het werkt wanneer lucht als primaire energiebron gebruikt wordt. Ongeveer 3/4 van haar energie komt van de hernieuwbare energiebron en ongeveer 1/4 is elektriciteit. En als je een fotovoltaïsch systeem hebt om elektriciteit te produceren, dan wordt je verwarming nog milieuvriendelijker, zodat jouw koolstofvoetafdruk nog kleiner wordt. Dus wat is het hart van een warmtepomp? Dat is het koelvloeistofcircuit. Een koelvloeistof is een heel koude vloeistof die haar aggregatietoestand verandert om energie op te laden en te gebruiken. De ventilator van de warmtepomp zuigt buitenlucht naar binnen in het koelvloeistofcircuit. De lucht geeft haar warmte af aan de koelvloeistof, die dan verdampt. Dit is vergelijkbaar met het verwarmen van water op een kookvuur. Omdat koelvloeistoffen heel koud zijn, kan een warmtepomp vlot werken bij heel lage buitentemperaturen. De damp gaat dan door een compressor. Het comprimeren van de damp verhoogt de druk en dus ook de temperatuur. De damp is nu heel heet en geeft zijn energie af om het verwarmingscircuit in de woning te verwarmen. Deze warmte kan je gebruiken om warm water te leveren voor de douche, voor de kraan en voor vloerverwarming. Het water voor het verwarmingscircuit koelt af nadat het werd gebruikt en vloeit terug. Het koude water koelt de koelvloeistof af, waardoor de damp in het koelvloeistofcircuit weer in vloeibare toestand wordt omgezet. Dit is vergelijkbaar met het druppelen van condensatiewater op een potdeksel wanneer de pot afkoelt. De afgekoelde koelvloeistof, die nog altijd te warm is om te worden samengeperst, vloeit vervolgens door een expansieventiel. De koelvloeistof wordt gedecompresseerd en krijgt opnieuw haar oorspronkelijke temperatuur. Ze is nu klaar om opnieuw warmte te onttrekken. De volledige cyclus kan dus herbeginnen vanaf het begin. Je kan de warmtepomp niet alleen gebruiken om te verwarmen, maar ook om te koelen. Om te koelen werkt het circuit in omgekeerde richting. Via het verwarmingscircuit onttrekt het de warmte uit de kamers naar het koelvloeistofcircuit. Het koelvloeistofcircuit geeft zijn warmte af aan de buitenlucht en zodoende maakt het jouw huis binnen koel en comfortabel. Met zo'n onvergelijkbaar comfort zal het je moeilijk vallen om je woning te verlaten en zal je zeker heel graag thuiskomen. Geniet van lagere emissies met meer comfort. Schakel over naar milieuvriendelijk warmtepompcomfort. Easy Kid, slimme zelfbouw.